Het is weer tijd voor weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. En omdat er heel veel nieuwe abonnees bij zijn gekomen, zal ik dit concept nog één keer aan jullie uitleggen. Het concept komt er letterlijk op leer dat ik een jongen ben die een blad leest wat de vrouw heet, maar in de zomer zomer heet. En ik dat blad dus lees omdat ik dat heel leuk vind. En omdat ik ook gewoon een eigen reageershow wil hebben. Dus gefeliciteerd, je bent hier beland op het internet. Wegens succes van de aflevering dat ik mijn biertje kapot liet vallen. De richtlijn is een borrelglaasje per insmeerbeurt. Een borrelglaasje per insmeerbeurt? Ik drink liever een heel biertje per insmeerbeurt. Heb ik nu elke dag... Oh, dat moet ik even niet naar voren doen. Heb ik nu elke dag dat ik Mannen Lezen de Vrouw opneem een biertje bij me. Het grappige vind ik dus, dit blad, dat komt mee met de Telegraaf. Daar kan je niks aan doen, want volgens mij kan je hier geen abonnement op nemen. Maar heb je dit gewoon gratis. En dan heb je gratis een blad vol met columns en feitjes en recensies en reclame. En dat is het hele idee van het blad. Ja, vraag me af hoeveel mensen het dan allemaal lezen. Op de voorkant staat Schiphol, op pad met de marechaussee. Wie wil er nou op pad zijn met de marechaussee? Hallo, welkom bij Op pad met de marechaussee. Vandaag zetten we mensen van Schiphol af omdat ze een pistool bij zich hadden. Tot de volgende aflevering. Zomerbaan. Dit is hard werken hoor. Nou, grappig is dat heel veel kinderen die in het dagelijks leven geen baan hebben, die hebben dan een zomerbaantje, zodat ze in de zomer tenminste iets nuttigs doen. En die zeggen dan altijd van, dat is echt keihard werken als je een zomerbaantje hebt. Terwijl de waarheid natuurlijk is dat mensen zoals ik, die het hele jaar lang een baan hebben, die weten al lang hoe zwaar dat is. En dan staat op de allereerste pagina staat altijd een voorwoord. En dan staat er boven het voorwoord, heerlijk, al dat water. En daaronder staat, één van de fijne dingen aan Nederland is dat er zo ontzettend veel water is te vinden. Echt, ik kan een hele hoop dingen bedenken over Nederland wat ik echt fijn vind. Dat de mensen lekker lang zijn, kaas, bitterballen, kaassoeflees, frikandellen. Maar het laatste waar ik aan zou denken als ik denk aan iets wat fijn is aan Nederland, is het water. In Nederland regent het 200 dagen per jaar. Wie heeft er nou zin in regen? Regen is ook water. Dan staat eronder, als het altijd mooi weer zou zijn, zouden we niet per se met vakantie naar het buitenland hoeven. Dat is een beetje hetzelfde idee als dat je zegt, ik eet elke ochtend beschimmeld brood, zodat ik er extra van geniet als ik een keer naar een restaurant ga. Je beperkt jezelf in iets waardoor het leuker is als je het omgedraaide hebt. Maar dat is niet het idee. Frankrijk heeft naast dat het daar warm is ook hele andere voordelen. Want wat is het genieten van het strand, de rivieren en de plassen die ons land rijk is. In dit nummer van de zomer is dan ook heel veel over water te vinden. Nou, ik ben nu al hyped. Ik heb dit nu gelezen en ik denk, ik ben nu heel erg benieuwd naar hoe de andere 100 pagina's van dit blad eruit zien. Ook wel grappig dat het dan over water gaat en dan staat op de voorkant Nienke Plas. Oké, dit is even mijn cabaret. En dan denk je dus van, dit nummer dat gaat over water. En dan, er staan altijd in de voorpagina staan er hier drie hele interessante weetjes. Dus dan denk je, het nummer gaat over water, dus de weetjes zullen ook wel over water gaan. Maar nee hoor, het weetje is gewoon, 7 miljoen bloembollen worden nou straks in Keukenhof gepoot door 40 tuinmannen, zodat alles volgend voorjaar weer in volle bloei komt te staan. En dan denk je, leuk, leuk, die 7 miljoen bloembollen. Maar dan wordt het gedaan door 40 tuinmannen. Worden die mensen afgezet of zo? Weet je dan niet hoeveel bloembollen je moet planten als je één van die 40 tuinmannen bent? Dan heb je echt een helbaan. Zo, dat zou ik niet. Stel je voor dat je dat als vakantiebaan hebt. Ja, dan snap ik wel dat je zegt dat het hard werken is, ja. Marieke Duinman van 49 startte 11 jaar geleden haar bedrijf Ik Pas op Jouw Kat. Tijdens de zomervakantie heeft ze begrijpelijkerwijze extra druk. Nou, dan denk je, dat is best wel, ik snap dat wel hoor. Mensen willen op vakantie, maar ze willen hun kat niet meenemen, dus ze geven jouw kat weg. En dan komt er een citaat van de oprichter van Ik Pas op Jouw Kat. En dat citaat is, inmiddels doen we ook andere huisdieren. Eerst zeg je, ik pas op jouw kat en het gaat, ik heb het altijd druk. En dan is het, maar we doen ook andere huisdieren. Wat is dit voor logica?
Nieke Plas, 33, zit vol contrasten. Nog geen 3 jaar geleden werd zij uit het niets een ster op het door jonkies gedomineerde YouTube. Nu staat ze in uitverkochte theaterzalen, presenteert op tv, acteert en zingt. Verdeeld over haar sociale media kanalen volgen honderdduizenden mensen haar op de voet. Maar ik kan heel erg in mijn eigen wereld zitten. 100.000 mensen? Ik dacht dat ze aan het overdrijven waren, maar ze heeft echt, op sommige vlogs heeft ze 250.000 weergaven. Zullen we eens midden in de aflevering gewoon een vlog gaan kijken? Jongens, we gaan er even voor zitten. Ik zet hem even in de reacting houding, dan zijn we zo bij je terug. Oké, we gaan even een vlogje kijken. Ik zet de koptelefoon op en dan het vlogje van 2 weken geleden. Maar dat is prima, want ik neem dit even wat voortijdig op. Gaan we eens even kijken. Ik haat het dat ik laat ben in mijn leven, maar ik ben het best wel vaak. Les, als je dit ziet, ik hou van je, maar soms is het leuk, want je pakt mij altijd aan en dan grijp je met mijn boven en dan knijp je net de hart en zeg ik auw. En dat ga ik straks bij jou zien. Oh god, straks meteen, direct stoot ik me. Oh, sorry, Migado. Ik ben een paar uur weg en papa, mama. Ja? Mag ik iets zeggen? Ja. Ik heb 1 dingetje om te zeggen. Gobbo, mag ik een snoepje? Oké, ik heb zo wel weer genoeg gezien. Oké, ze knipt het goed. Niet dat ik het zoveel beter weet hoor. En ik weet dat mijn vlogs soms al lastig te begrijpen zijn. Ik vind dat het heel goed aan vloggers als ze hun vlogs gewoon kort knippen en niet soms in een vlog letterlijk 3 minuten aan het praten zijn. Maar ja, ik weet niet of ik dan de enige ben die hier letterlijk niks van begrijpt. Maar misschien dat jullie allemaal denken van ja, wij begrijpen jouw vlogs ook nooit. Maar ja, het is vast leuk, ze doet het leuk. Prima, ik snap wel dat ze 250.000 views heeft op YouTube. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan gaan we verder. Als ik op een saaie verjaardag in paniek raak en geen gespreksonderwerp kan verzinnen, roep ik wel eens, ik was ooit vermist in Turkije. Pas als er dan wordt doorgevraagd, besef ik weer dat mensen na zo'n schreeuw om aandacht verwachten dat je dat hele verhaal ook gaat vertellen. Terwijl ik er helemaal niet trots op ben. Ik heb nog steeds spijt van wat ik mijn vader en moeder heb aangedaan. Toen ik net 16 was, wilden mijn broers niet meer mee op vakantie. Mijn ouders vonden dat zielig voor mij. Waar was ik? Oh, daar was ik. Ja. Dus ze besloten uit de band te springen. Geen cultureel verantwoordelijk tentvakantie naar Frankrijk. Wel een zon, zee en zuipen met mate vakantie in een Turkse badplaats onder hun begeleiding. Nou, het begint spannend. Een beetje alsof het de eerste pagina is uit een horrorboek. Dit is weer een column. Ik denk altijd van die columns van misschien staat er auteursrecht op en moeten ze daarom niet helemaal voorlezen. Maar dan weten jullie in ieder geval dat dit een hele spannende cliffhanger is. En als jullie dit verhaal helemaal af willen horen, ik heb hier een heel archief liggen met alle dingen waar ik een aflevering over gemaakt heb. Dus dan laten jullie het maar achterin reacties en dan maak ik er wel een livestream over. Mede dankzij haar populaire outlet wordt Roermond ook wel de winkelstad van Limburg genoemd. Dat de stad veel te bieden heeft, weet Rianne Donders leest als geen ander. 5 jaar geleden deed zij haar intrede als burgermoeder in de Hansestad. Het stomme vind ik dat het woord Hansestad letterlijk elke week terugkomt, terwijl ik nog geen idee heb wat het betekent. De vorige aflevering heet ook niet voor niks. Harme Frodo weet niet wat een Hansestad is. Dus daarom gaan we het nu live in de aflevering googlen. Oké, ik dacht toch dat een Hansestad wel iets bijzonders was, maar blijkbaar zijn er 200 Hansesteden in Nederland en Duitsland, waarvan er 70 actief zijn, waarvan Roermond 1 van de 70 actieve is. Oftewel, dat zijn allemaal 1 Hanseverbond en daar deden ze allemaal aan mee. Hartstikke ingewikkeld verhaal allemaal. Uit protest ga ik het artikel nu ook gewoon niet lezen. Digitale plaag. Mijn vrienden weten het en berust daarin. Sterker nog, het merendeel benijdt mij erom, maar nu ik het zoveelste verhaaltje voor dit onvolprezen blad ga schrijven, vind ik dat u er ook recht hebt om te weten, ik ben een volslagen digibet en dan nog uit volle overtuiging. De verbazing die dit, als je mij deelt, bij de toehoorders teweeg brengt, geeft mij altijd grote vreugde. Ik doe niet aan Facebook, aan Twitter, aan LinkedIn of hoe het ook allemaal heet. Ik ga niet viral, ik hoop dat ik het goed schrijf. Ik lees de krant, gewoon nog op papier. En als ik een boek wil kopen, ga ik naar de boekhandel. En nee, ook geen mobiel
mobieltje. Een klein aantal mensen begint je na deze bekentenissen meewarrig aan te kijken. Die vinden je achterlijk. Vanuit hun standpunt gezien is dat ook zo. Maar ik op mijn beurt vind het altijd vreemd wat ze doen alsof het digitale tijdperk in de vingers hebben een reusachtige verworvenheid is. Terwijl de gehele wereld op een paar mensen zoals ik na rondloopt met laptops, met elkaar loopt te appen. Ik schrijf het gewoon maar zoals het hoort hoor. Dus heel moeilijk kan het allemaal niet wezen. Ik denk dat als ik er mij 3 dagen en dan neem in het ruim op zou storten, ik het ook wel zou weten. Maar ik wil er niets mee te maken hebben. Het leuke is dat bijna iedereen na verbazing een beetje jaloers op je wordt. Je bent ineens een benijdenswaardig figuur. Oké, ik kan jullie mening hierover wel gebruiken. Is dat de wereld digitaal is een plaag? Of niet? Want hij gaat nog even verder hoor, dus wees maar niet bang. Hij zegt nu, oh wat een rust, hoor je ze zeggen. Kon ik dat ook maar. Dat is precies de reden dat ik het ook lekker zo hou. Zonder computer met zijn hele jelaile en zonder telefoontje. En dan denk ik van, oké, prima, jouw idee. Als jij dat wil, ja, prima. Want dat maakt de mens helemaal zo zielig, zegt hij over mensen die een telefoon hebben. Zie ze staan bij de tramhalte. Allemaal gebogen over hun speeltje en erop tikkend alsof hun leven ervan afhangt. Een gezin in een restaurant. Ouders met 2 kinderen aan tafel. Allemaal bezig met dat duivelse apparaat. Gesproken wordt er niet. Kijk, ik kan altijd vrij veel hebben hoor, maar nu ga je echt te ver. Je kan niet zeggen dat wat ik nu doe... Hij zegt, dit blad is onvolprezen. Ik ben nu dit blad altijd aan het prijzen. Dit is al de zoveelste aflevering waarin ik over jullie blad een item aan het maken ben met mijn mobieltje. Met mijn mobieltje. En dan zit je daar gewoon zo op te zeuren. Dit is wel de beste show van heel Nederland, hè. Dit kan je gewoon niet maken om dit over mijn show te zeggen. Dat is onvolprezen. Zoveel mooie steden, natuur en dingen te beleven in Nederland. We maken een rondje en gaan deze keer op ontdekkingstocht in midden Kennemerland. Heeft iemand ooit gehoord van Minnekenemerland? Waar ligt dat? We beginnen met een rondje schatgraven. Het is duidelijk. Minnekenemerland, de streek langs de kust van Eemuiden tot aan Castricum en van de Noordzee tot Zaandam. Zo, dat is best wel een grote streek. Er staat ook in de vrouwen altijd een recensie. En die recensie gaat dan over een terrasje of een plek waar je lekker kan eten. En dit terrasje dat heet Het Ankertje in Enkhuizen. Het grappige is, ze hebben een 6,5 gehaald. En als ik me niet vergis, is dat het laagste wat er letterlijk ooit is gehaald. Dus dan gaan we kijken wat de pluspunten en de minpunten hieraan zijn. De pluspunten zijn, het is een prachtig plekje in een stad. Ze zeggen niet, het is een mooi plekje, het is een leuk plek. Nee, het is een prachtig plekje. Dus dat betekent dat ze echt enthousiast erover zijn. Ze hebben, zo zagen wij, na een toiletbezoek een verkleedkist. Ik weet niet wat daar precies, maar ja. Redelijk wat vegetarische gerechten. Nou, klinkt allemaal goed. Als ik dit zou lezen, zou ik denken, als ik in de buurt ben, zou ik daar misschien wel eens heen gaan. Maar er zijn ook de minpunten. Voor een culinair hoogstandje moet je hier niet zijn. Nou, als er iets is wat ik vaak niet doe, is een culinair eten. Dus dat vind ik prima. En er staat de beperkte kaart. En ze houden wel erg van de frituurpan. Nou, dat zou ik eerder bij de pluspunten zetten hoor. Als ze lekker frituren bij een restaurant waar ik lekker kan eten, dan ben ik meteen voor. En dan geven ze een 6,5. Het laagste wat er ooit gegeven is, hè. Ik had gewoon meteen 9 gegeven. Nou, dit was weer deze aflevering van Mannen Leest de Vrouw. En heel erg leuk dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. En ik hoop jullie allemaal komende woensdag weer te zien bij Mannen Leest de Vrouw. Maar eerder nog komende maandag bij gewoon een random video. Ik weet zelf ook niet wat het wordt, maar het wordt sowieso leuk. Dus kijken zeker en tot de volgende keer.